Man of the match is Nemanja Gudelja. Ja, dankjewel. Ik heb mijn best gedaan en ik ben blij dat ik betrokken was bij 2 goals. En, als ik zelf niet scoor, ben ik blij dat anderen scoren. Ik had het idee, jij wilde graag dat die omhaal het liefst in de kruising verdween. Raakte je hem goed? Ja, tuurlijk. Ja, ik raakte hem wel goed. Had ik het gevoel. Hij was een beetje moeilijk, want hij kwam vanuit links. Dus het is moeilijk om met rechts een omhaal te doen. Alleen ik raakte hem goed en gelukkig scoort Aaron hem. Dus wat dat betreft is het belangrijk dat we scoren en niet wie hem scoort. Bevalt goed, hè, bij AZ? Ja, het bevalt wel goed, ja. Ik denk, zeker voor mij, ik voel me nu wel in vorm. En ik doe mijn best om deze vorm vast te houden en zeker voor het team. Ja, ze zeggen ook natuurlijk een leider, dat straal je ook uit. Maar daar horen ook wel gekkigheidjes bij buiten de lijn, hè? Verjaardagsliedjes zingen, zag ik al op Facebook. Ja, tuurlijk. Ik ben op het veld op en top gefocust op de wedstrijd. Alleen buiten het veld moet je af en toe wel grappen kunnen maken. Ja, als je dan Ortiz ziet, hè, die heeft heel veel pijn. Uiteindelijk spaakbeen dus gebroken, is gebleken. Doet het wat met de ploeg als dat gebeurt in de wedstrijd? Ja, denk het wel. Ik denk dat je weet niet wat er aan de hand is. Je weet dat hij geluceerd van het veld afgaat, dus er komt een vervanger erin. Het is moeilijk, maar je moet door. En Victor Ellem heeft dat goed opgevuld. Ja, en heb je daar zelf ook een actieve rol in gespeeld? Dat je merkt van jongens, die spelers lijken wat concentratie te verliezen? Of praat je dan wat meer? Of? Ja, we hadden een klein momentje, zeker de tweede helft, dat we de concentratie hadden verloren. En dan probeer ik het team bij elkaar te houden en de basis weer op te pakken. En van daaruit gaan we weer verder.